Meneer Van Eck. Ja, voorzitter en meerdere raadsleden. De notitie beleidskader sociaal domein. Inhoudelijk zijn wij het wel eens met het voorgenomen beleid, al opgenomen in het beleidskader, maar toch hebben wij in de commissie als dorpspartij de opmerking gemaakt dat bij het beleidskader vrij abstract geschreven was en dat er sprake was van een actieplan, maar meer een actielijst. We willen niet alleen sturen op periodieke cijfers, maar om deze cijfers te kunnen beoordelen is een SMART geformuleerd actieplan noodzakelijk. SMART, ook voor de mensen thuis, dat wil eigenlijk zeggen specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden. En voor iets als sociaal domein, met alle dingen die we hebben, is dat soms heel moeilijk met zorgvragen. Je weet nooit hoe de zorgvragen zich aandienen, ja, wat er in zijn jaar, wat er zich voordoet. Naar aanleiding van de opmerkingen en vragen over de maatschappelijke effecten van de acties en het beleidskader zijn er later doelen toegevoegd aan het actieplan, welke als bijlage te zien zijn in de raadsinformatienota. Die is later, ik dacht 5 december, is hij in de SRIN toegevoegd. Ik denk dat een heel belangrijke was. Tevens in die actielijst verwerkt in een ander format, het uitvoeringsplan, waarin de doelstelling, acties en resultaten in een tijdsperspectief zijn weergegeven. Deze opzet biedt een beter inzicht wat er op het gebied van het sociaal domein opgepakt wordt. De dorpspartij was nog niet tevreden, zoals eerder gezegd, over de opzet van de actielijst. Als voorbeeld, in het beleidskader staat dat het beleid vooral tot stand komt door intensieve samenwerking met diverse partijen, waaronder de wijkteams, werkgroepen, zorg, dorpsraden, de kernpartners, zoals Goed Wonen, Lefgroep, GGD, Zorgboogsensor. Maar wat dan precies de rol van de gemeente hierin is, en op welke manier voortgang gemonitord gaat worden, en wat concreet beoogd wordt, zou in onze opvatting duidelijke gestalte moeten krijgen in het actieplan. Ook dat is nu gelukkig wat meer terug te zien in het toegevoegd uitvoeringsplan. Overigens, vandaag is dat ding pas toegevoegd in onze raadstukken, als uitvoeringsprogramma staat het erin. En dat is een duidelijk verschil met het actieplan zoals het eerder verhandeld lag. We missen inderdaad de concrete doelstelling, ook deze hier zijn nu beter omschreven. Waar ga je vanuit als situatie? Wat wil je verbeterd of veranderd zien als middelen en als strategieën? Vorig jaar ook hebben we als dorpspartij ook gepleit voor een duidelijke samenwerkingsvorm tussen de huisartsen en de opvoedondersteuners. En de motie Grip op Jeugdzorg daarvoor ingediend. Die samenwerkingsvorm heeft nu ook duidelijke gestalte gekregen en zien we ook terug in het uitvoeringsplan. Waarbij opvoedondersteuners middels spreekuren en gepland overleg met huisartsen meteen ingeschakeld kunnen worden, met als doel doorverwijzing naar de tweede lijn af te laten nemen. Even los van wat er gezegd wordt over wie nou het werkgeverschap heeft. Het gaat over die samenwerkingsvorm die wel degelijk een beter karakter heeft gekregen. Daarbij is een goede monitor toch van belang. Getuigen de rode cijfers met betrekking tot de uitgaven binnen het sociaal domein waarin we terecht zijn gekomen. Dit is onlangs veroorzaakt, zoals we weten, door de overdracht van de Rijksoverheid met onvoldoende budget. Daarom belang voor ons. Punt 1 van het beleidskader sociaal domein 2019-2023. Duidelijke lijnen en afspraken vastgelegd zijn over hoe we de zorg zo dicht mogelijk bij de inwoners gaan organiseren. Dat is juist ook iets over gezegd. En hoe we het willen verbeteren met bepaalde plannen, doelstellingen en wat de beoogde resultaten zijn. Door concrete smartmaatregelen de kosten meer beheersbaar te maken. En is in het later toegevoegd uitvoeringsplan zien we deze punten dus wel terug. Dus complimenten voor het later beter vormgegeven uitvoeringsplan aan het team sociaal domein. Die wordt degelijk gehoor gegeven aan onze opmerkingen die gemaakt zijn in het sociaal domein. Bij deze. Dank u wel.